Dag dames en heren, ook vandaag waren van tijd tot tijd indrukwekkende buienluchten te zien. Uit die buien viel ook flink wat neerslag, met name in het midden en noorden van het land kwam ook her en der hagel of onweer voor. Maar van sneeuw was toch veel minder sprake, zeker vanmiddag niet meer, want door een stevige westenwind lag de temperatuur toch duidelijk hoger dan de afgelopen dagen. Nou, we hebben natuurlijk een licht winterse periode gehad, allemaal geen heel schokkende dingen voor november, maar her en der, met name de afgelopen 24 uur, heeft toch wel even een behoorlijke laag sneeuw gelegen. Nou, die sneeuw zal dit weekend wel heel snel gaan verdwijnen, want we krijgen met totaal ander weer te maken. Nou, vanavond en vannacht hebben we nog te maken met een noordwestelijke stroming, dus de aanvoer van een aantal buien. Maar die buienactiviteit neemt toch in de loop van de avond en komende nacht wel steeds verder af. Nou, hier nadert dan een zogenaamd warmtefront. En die naam zegt het al, achter dat regengebied bevindt zich dan veel warmere lucht waar we vanaf zaterdagavond in terechtkomen. En vooral zondag en maandag verlopen dan echt ronduit zacht voor de tijd van het jaar. Wel wisselvallig, al lijkt het zondag nog wel mee te vallen met de hoeveelheid regen. Nou, dat is vanavond eigenlijk niet anders. Het is overwegend droog in het noorden van het land. Elders vallen nog een paar buien. Dat kunnen in toenemende mate winterse buien zijn, met name richting het zuidoosten van het land. En de temperatuur daalt tijdens opklaringen richting het vriespunt. En komende nacht kan het dan her en der weer een graadje gaan vriezen. Nou, met name in het binnenland levert dat lokaal weer wat gladheid op. Dus dat is zeker iets om rekening mee te houden. En morgen verloopt dan overwegend grijs. Misschien dat we in de ochtend nog wat zon zien langs de oostgrens. Maar vanuit het zuidwesten dus steeds meer bewolking. En vanaf de namiddag ook een gebied met regen dat over ons land trekt. Met name in de noordwestelijke helft valt behoorlijk wat regen. Lokaal zo'n 10 mm en de minste neerslag is voor het oosten en uiterste zuidoosten bestemd. Het is verder echt waterkoud morgen met middagtemperaturen van een graad of 4 en bovendien ook nog eens een stevige zuidenwind met langs de kust windstoten tot zo'n 70 of 75 km per uur. Nou, vanaf morgenavond komen we dan in zachte lucht terecht. Morgenavond laat zal het in het zuiden waarschijnlijk al een graad of 10 zijn. En kijken we dan naar zondag, dan ligt het hele land in die zachte lucht. En dan wordt het maar liefst 16 graden op sommige plaatsen. En in het zuiden van het land misschien zelfs wel 17 graden. Nou, in de ochtend hebben we nog met veel bewolking te maken. Maar zondagmiddag breekt met name landinwaarts de zon ook af en toe door. En ja, uit de wind en in de zon is het dan niet eens heel onaangenaam waarschijnlijk. Nou, waaien doet het wel stevig, uit een zuid- tot zuidwestelijke richting. Boven land matig of vrij krachtig en in de kustgebieden krachtig. In het Waddengebied misschien zelfs af en toe hard. Dat is windkracht 6 tot 7. Nou, maandag krijgen we dan met een koufront te maken. Dat levert regen op, met name in de ochtend. Later op de dag wordt het wat droger en dan is het een graad of 13. De dagen daarna verlopen ook eerst nog wisselvallig met een paar buien, maar vanaf woensdagmiddag lijkt het overwegend droog te blijven. En dat zal dan toch wel tot en met volgend weekend aanhouden. Temperaturen wel aan de hoge kant voor de tijd van het jaar met overdag 8 tot 10 graden. En in de loop van de week, en dat zien we ook mooi op de pluim terug, zien we dan met name de nachten wel wat kouder worden. Dat komt omdat het rustiger weer wordt, meer opklaringen onder invloed van een hoge drukgebied. En dan kan de temperatuur 's nachts weer af en toe tot iets onder het vriespunt dalen. Ik wens u een goed weekend.